weet het niet. Dit is Nanook Leopold en Nanook wil nooit geïnterviewd worden. Wat heb je gedraaid vandaag? Zeg even. Ja, doe me zo. Wat heb je gedraaid vandaag? Gaan we het gewoon doen. En dan ga ik dit zeker ook in stoppen. Ja. Nou ja, het is maar 25 minuten, dus dat kan niet. Als je dit lang gaat rekken, dan. Maar hoe gaat het? Serieus, hoe gaat het? Wat heb je gedraaid vandaag? Nee, ik doe het niet. Jawel, geef gewoon antwoord. Kom op, Nanook. Nee, oké, maar kom, ik ga het straks nog een keer doen, hè? Je snapt dat dit erin komt, hè? Jawel. Repeat scene 70, stage 542, ja, take 1. Camera is rolling. En actie. Toen ik een paar weken geleden hier ook was om die beddenbezorger te spelen, ja. Toen merkte ik dat Nanook dat het heel lang kan duren voordat ze kut roept. Ja. En dan moet jij dus dingen gaan doen, en dat deed je toen ook, zomaar, zeg maar. Ja. Het is een soort improvisatie. Zij zoekt heel erg naar wat er op dit moment dan nog gebeurt of komt. En het is natuurlijk ook wel eens eerder gezegd dat hele mooie dingen juist gebeuren als de scène eigenlijk afgelopen is en een acteur eigenlijk niet meer weet wat hij moet. Ja. Dan ontstaan er ook vaak dingen natuurlijk in dat gezicht die heel spannend kunnen zijn. Mm-hmm. Zij laten dingen heel erg duren en nou ja, dan doe je of niks of je doet wel wat. En je moet inderdaad wel, ik moet wel oppassen dat ik dat niet dan meteen, dat ik dat helemaal wil gaan opvullen. Maar je moet ook denken, nou ja, dan is ze wil blijkbaar even niks. Mm-hmm. En dan zit ik. En dan, maar het is wel heel erg op dat moment proberen het laten gebeuren. En niet denken, oh god, de scène is er eigenlijk afgelopen. Ja. En dat is er wel heel, spannend aan. Ja, dat is gevaarlijk. Het gaat over een boer van 55 die op de eerste bladzijde van het boek zijn oude vader naar zolder doet, naar boven doet. In de hoop, denk ik, dat die vader de dag daarna of uiterlijk een week daarna doodgaat. En dat vertikt die vader. Maar vanaf het moment dat die boerenzoon die vader naar boven doet, neemt hij ze eindelijk zijn eigen leven in handen. Een tweelingbroer gehad, die is dood gegaan. En toen heeft hij de plek van die tweelingbroer in moeten nemen. En die tweelingbroer werd boer. Dus nu, 35 jaar geleden, werd de hoofdpersoon van het boek boer. En dat heeft hij dus 35 jaar lang gedaan, zonder na te denken eigenlijk. Maar vanaf het moment dat hij zijn vader naar boven doet, heeft een bloedhekel aan zijn vader. Door die fysieke afstand ontstaat er juist een soort van mentale toenadering. En dat gebeurt in het boek. Ze komen toch steeds dichter bij elkaar. Ik ben nu een lijstje aan het maken met alle scènes tussen vader en zoon. Want het zit zo helemaal versnipperd door het verhaal. Dus ik kijk wat we al gedaan hebben. En, er zit een omslag in dat hij eerst eigenlijk heel onaardig is tegen zijn vader. En dat wordt steeds ietsje vriendelijker. Dus ik zit te kijken waar we die stappen moeten maken. Ik heb eigenlijk een half jaar naar dat boek zitten kijken en niks gedaan. Omdat ik dacht, het is heel erg wat ik ga doen. Ik had een groot slagersmes en een boek. En ik dacht, ja, het is niet mijn ding. Het is van iemand anders. En dan ga ik mijn mes daar echt inzetten. En hard ook. Dat wist ik ook niet hoe dat moest. Zeg maar, want iets waar je respect voor hebt, hoe ga je daar dan toch op zo'n manier mee om dat je het je helemaal toe-eigent? Ja. Dat je echt durft te zeggen van ik zet het op zijn kop. En breek die arm af en die plak ik eronder en kijk, hey, nou maak ik er een been van. Weet je waar schrijvers altijd zo bang voor zijn, inderdaad, dat filmmakers hun boek gaan verkrachten? Daar ben ik helemaal niet bang voor, want stel nu
dat het een slechte film is. Of dat het een goede film is, maar dat mensen hem slecht vinden. Dat kan ook nog. Hè. Dan, kijk, als schrijver verlies je nooit. Dan schrijven de kranten, wat een rotfilm. Het boek was veel beter. Nou, dat boek heb ik geschreven, dus dan kom je er goed uit. Als het film heel erg goed is, en er komt misschien een filmeditie, hè, dat gebeurt ook vaak van zo'n boek, nou, dan heb ik er ook weer voordeel aan, want dan verdien ik weer opnieuw geld met hetzelfde boek, wat al 6 jaar oud is, hè, in de winkel ligt. Dus in die zin, hè, als je daar bang voor bent, dan hoef je nooit bang voor te zijn als schrijver. Niet iedereen krijgt een grap. Nee, dat kan je zelf willen. Daar kan je voor kiezen. Ja, dit is wel een zeer cruciale scène in de film eigenlijk. Ze zijn ongeveer op het einde en, van de film. En de vader van Helmer, gespeeld door de onvolprezen Jeroen Willems, die wordt vandaag begraven. Dan spreek ik de naam uit van Johannes van Wonderen. Ja? En daarna bidden we het Onze Vader. Okay. En dan tijdens Onze Vader daalt de baring. Oké, goed. De tekst komt eigenlijk uit een dienstboek voor predikanten. En ik heb wel een aantal voorstellen gedaan, maar Anouk die heeft ook een beetje gekeken in de tekst. En toch gekeken naar teksten die wat meer passen bij het script van de film, denk ik. Koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Ik vind het eigenlijk bijna een liefdesverhaal. En dat trok me geweldig aan. Wat me ook aantrok, is een aspect waar ik niks mee te maken had, waar ik ook niet in heb gespeeld, is heel dat ding met die vader. Ik vind het altijd wel een spannende verhouding, omdat ik mijn eigen vader vroeg verloren heb. Dus een vader die 84 is en die echt rustig het leven gaat beëindigen, dat heb ik natuurlijk nooit meegemaakt. Het is niet om dat nog een keer te beleven of zo, alsnog. Maar het fascineert me altijd wel. Het fascineert me altijd wat er tussen zonen en vaders aan de hand is. Kan zijn. Of juist niet kan zijn. Wat, staan ze mij daar te filmen of is dat zomaar zo van? Making off. Je weet het nooit. Harry? Dit gaat in het kastje? Ja. Alors c'est officiel maintenant. Dat is in mijn... Kende u Nanouk Léopold al? Helemaal niet. Ongelukkig. Malheureusement. Non. Nee. Non. Maar dat is een hele mooie découverte. Oui, c'est une personne de très grande qualité. Mm-hmm. Je mag een beetje rechtop zitten vandaag. Okay. Je mag rechtop zitten, je zit een boterham te eten. Jij wel? Ja, oké. Okay. Super. Ja, goed. Ze vertrouwt ook wel heel erg op, als ik voor mezelf spreek, of op mijn intuïtie heb ik het idee. En dat is heel prettig, dat je een soort vertrouwen hebt waardoor je vrij voelt om dingen te doen en dingen ook anders te doen dan dat je het misschien vlak daarvoor had afgesproken. Mm-hmm. Niet te onderschatten haar manier van draaien. Was zo vrij en zo los en zo improviserend en zo licht en zo snel en zo vlug. Zonder veel licht, zonder pellicule, zonder is the gate clear, zonder echte continuïteitsproblemen, wat zal allemaal wel kloppen. Dus daar, je had heel vaak dat zij bleef doordraaien en zegt een paar sporen zachter of iets harder. Of, dat is wel heel veel. Dit is een set waar je nooit hebt moeten wachten. Die lossere manier van draaien waar je het over had, hè, dat geeft ook meer kans om te improviseren. Is dat ook gebeurd? Heb je daar een voorbeeld van iets wat daadwerkelijk echt anders is gegaan? Er was één scène dat Helmer bij de lammetjes is en hij is heel geëmotioneerd. Maar de opdracht was eigenlijk alleen maar Helmer is bij de lammetjes. Verder wisten we niks. Dus dat is gewoon, je gaat naar die stal en we hebben de acteur. En ja. Nou, wat gaan we doen? Je kan een beetje stro opgooien of even ertussen lopen bij die beesten of kijken of alles goed is. Of nou ja, vegen, van alles. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei ik tegen Jeroen van ga maar even ertussen zitten. Ga maar even zitten. Maar op dat moment besloot hij om niet te gaan zitten, maar om te gaan liggen. Dus hij gaat helemaal lang uit
tussen het stro bij die lammetjes en die schapen. Die allemaal denken van wat gebeurt hier. Een soort van even alles helemaal laten gaan. En toen kwam er een heel klein lammetje langs en dat grijpt hij. En dat trekt hij zo op zijn borst. En dat je denkt, oh, wat gaan we nu doen? Alsof hij dat beestje, ik weet niet. Je weet niet precies wat hij ermee gaat doen. Maar het is een soort energie die tegengesteld is aan dat verdriet. Maar eigenlijk dat verdriet nog sterker maakt omdat die frustratie zo groot wordt. Maar dat was allemaal toeval. Dat is echt een soort van de momentum van waar we staan, hoe we het doen. De een zegt dit, de ander zegt dat. De camera was toevallig net in dat hoek gekropen, bij wijze van spreken. En die kan zo laag dat hij bij zijn hoofd is, dat je dat schaap ook gewoon op ooghoogte... lammetje moet ik zeggen, het was geen schaap, lammetje. Nou, dat is prachtig. Die heb ik allemaal weer verwijderd. We wachten met z'n allen op Jeroen. Ik vond het heel lastig om in het begin met hem te spelen, omdat je echt gewoon een wauw hebt constant. Ja, je bent de hele tijd onder de indruk en zenuwachtig is het niet, maar ja, het was een soort van lichte spanning als je met hem aan het spelen was. Ik vond het heel fijn om met Jeroen te spelen en ook dat niet spelen, er staan, het was heel ontspannen eigenlijk. Maar hij deed ongeveer helemaal niks, maar heel goed. En dat ik dacht, wat is dit? Sowieso was het voor mij natuurlijk heel nieuw om met mannen te werken. Ik ben gewend om met vrouwen in de hoofdrol. Dus het was een soort van, welk blik gaan we nu opentrekken? En dan kan ik ook eens zeggen van, wie is dat en wie is dat? En ik had er maar voor het eerst over nagedacht. Het is echt niet veel, hè? Maar ja, een regisseur voor een camera halen. Kijk, deze kan naar beneden. Ik kan alleen maar spreken als het erop staat. Als de scène gedraaid is, als alles. Rolling. Scene 100, slate 129. Take one. En actie. Ik denk dat er bij al die verschillende personages net een ander stukje van zijn karakter aan bod komt. Mm-hmm. En daardoor wordt uitgelicht. En ik denk overigens dat uiteindelijk dat heel herkenbaar is voor ieder mens. Dat je bij die laat je iets meer van dat zien en bij die laat je iets meer van dat zien. Omdat die net een ander knopje aanraakt. Hé, hey. Zo'n melkrijder is eigenlijk... Je ziet hier al die afgelegen boerderijen. Hij komt overal met die wagen. En ik ben daarvan geschrokken hoe technisch dat allemaal is. Dat is met GPS en het melkstaal wordt in de vrachtwagen. Dat is eigenlijk heel erg modern. En dat is zo'n man die overal komt, waardoor ik hem een zekere vrijheid toedicht. Wat ik me kan inbeelden met vrachtwagenchauffeurs. Die hebben ook zoiets. Ja. Longsom cowboy-achtig. Ja. Ik noem het ook altijd een beetje onherbiedig, de Brokeback Mountain op de boerderij, maar dat mocht niet. Nee, maar ik snap de Bareback Mountain. Ja. Dat mocht dan niet, mocht niet. Verhouding met de melkrijder heeft duidelijk een seksuele spanning ook, maar is van beide kanten. Maar daar weet hij totaal niet mee om te gaan, omdat hij het bedreigend vindt en dat hij het ook heel spannend vindt en ook denkt, het kan niet. En... Ik heb u gemist, mannen. Ik zag u niet de laatste paar keer. Oh nee. Ik was misschien boven. Doet u daar dan? Boven? Niks.
Mijn vader is ziek. Oh? Wat heeft hij? Niks. Is gewoon aan. Dat wist ik niet. Dat het jou was. Dat hij ziek is. En dan weet je het nou. Ja. Ik vind dat een grote romantiek hebben. Zo'n man die er altijd aankomt. Hallo. Heel stilzwijgend. Er wordt natuurlijk in die film heel spaarzaam gesproken. Heel weinig. Korte zinnen allemaal. Veel meer. We hebben oneindig lang blikken uitgewisseld. En die man verdwijnt weer. Ja, en je kunt toch wel spreken van een zekere aantrekkingskracht tussen die twee mensen. Nou, voor Wim, met Wim hebben we wel echt besproken van dat hij het mag laten zien. Dat hij het ook echt mag voelen. Dat hij geen schaamte heeft zelf van... Ja, dat wil zeggen, hij heeft het net iets meer opgezocht dan ik. Ik was degene die er een beetje verlegen van werd. Maar we hebben inderdaad niet... niet zozeer letterlijke seksscènes of zo, maar we hebben dat er grote aantrekkingskracht is, hebben we behoorlijk... We hebben behoorlijk gespeeld, ja. Heb je geschaatst? Ja. Ik zwem liever. Tja, dat gaat dan niet. Nee, nee, nu even niet. Want die wordt dan wel heel suggestief, hè? Ik zwem liever. Waarom? Als je zo lang wacht en dan dichtbij komt, denk ik zwem liever. Ja, dat gaat nog niet. Nee, het is gewoon door... schaatsen. Nee, je kan toch ook beginnen vanuit een soort onnozelheid van okay. Schaatsen. We kwamen er al snel op uit dat het vrij nadrukkelijk mocht zijn van Nanook uit. En dat had ik niet verwacht. Ik had gedacht, oh, het zal allemaal spaarzamer en hou het maar ingetogen. En ik had het gevoel van, je moet altijd maar uitstralen. Ik wil je. Ja. Actie. Koud. Ja. Schat. Ja. Ik zwem liever. Ja, dat gaat nou niet. Nee. Nee, even niet, nee. Ja, met Helmer is het natuurlijk veel gecompliceerder, want je weet helemaal niet eens of hij zelf wel weet wat hij nou eigenlijk voelt. Als hij bij die man in de buurt is, hij wordt ongemakkelijk. Omdat hij iets voelt, maar wat hij dan voelt, dat zit allemaal eigenlijk voornamelijk in de weg. En het is verwarrend en het is eng. En nou, hij loopt gewoon weg de hele tijd. Dat toch uiteindelijk een soort van ode zelfs aan de eenzaamheid is. He, geen akelige, sneuwe eenzaamheid, maar een hele rustgevende en plezierige en weet ik het, eenzaamheid. Ik denk niet dat ik overeind zou blijven in mijn eentje dat hele leven zou leiden, zo geïsoleerd. En dan ook de relaties die heeft, die zijn niet meteen dat je denkt van dat zijn hele fijne, warme... Nee, de enige die... Verhoudingen, nee. Dus de enige waar dat een beetje mee ontstaat in de film dan, dat is natuurlijk in de boeken allemaal een beetje anders. Maar goed, dat is dan nu de melkrijder. Hoewel ook daar niet veel gezegd wordt. En eigenlijk met de knecht ook wel. Daar ontstaat natuurlijk een soort vreemde intimiteit die ik wel heel erg mooi vind. Het knechtje. Het knechtje, ja. Die hangt toch ergens tussen, nou ja, ik hoorde jullie praten over homoseksualiteit als niet-thema, maar... Dat hangt heel erg ergens tussenin, tussen een vader en een zoon. En toch een intimiteit die daarnaar verwijst of zo. Terwijl ze dat verder alle twee daar niet iets van maken. Maar het is iets wat heel vanzelfsprekend ontstaat, vind ik. En dat is er heel erg mooi aan. Op een gegeven moment komt een jongen
de jongen die ik speel, Henk, die komt op de boerderij. En omdat hij bloot en hij gaat slecht op school en een beetje van het padje af. Zijn moeder maakt zich zorgen. Dan ontstaat er een soort hele ongemakkelijke spanning tussen die twee. Waarvan eigenlijk onbekend is of dat nou een homoseksuele spanning is of een soort van vader en zoon spanning of zoiets. Omdat ze het allebei niet hebben. Allebei wat niet hebben? Henk heeft geen vader en Helma heeft geen zoon. Als de jonge knecht komt, dat die als een soort katalysator hem inwijdt in de liefde en inwijdt in het je openstellen naar een ander, dat kan. Wat raar is dat terwijl ik aan het draaien was, zeg maar de eerste 3 weken, dat ik dacht, ik ben echt iets compleet nieuws aan het maken. En toen zag ik de rusjes en toen dacht ik, nou, het is ook gewoon heel erg hetzelfde. Ja. En dat is heel gek. Dus dat je een aantal dingen volledig verandert, maar toch denkt, ja, een depressieve vrouw die ergens staat of een depressieve man die ergens staat. Zo'n groot verschil is het ook niet. Ik heb een beetje beweegd. Maar toch denk ik wel, wat het verschil is dat bij die andere films dat je er naar keek. En ook dat ze ook zo gemaakt zijn om zeg maar erover na te denken terwijl je er naar kijkt. Ja. En deze is veel meer dat je erin zit. Ik vind het zelf eigenlijk echt een hele romantische film. En dat vind ik ook heel leuk. En het gaat alleen maar over liefde. Ja, ik bedoel, het gaat over van alles. Maar de onderlaag is heel erg, accepteer je mij hoe ik ben? Maar dat is ook liefde. En ik wou eigenlijk weg van het strenge van mezelf. Dus ik wou eigenlijk een liefdesfilm maken. Ik wou iets warms maken.